Filip Bednarek, gefeliciteerd. 4-1, man of the match. Wat voor avond is het voor jou? Nou, best wel bewogen avond, want als je ziet dat we bij 0-0 toch wel twee levensgrote kansen weggeven, dan is het ook weer zo'n kantelpunt dat het net even mee zit. Ja, maak je 1-0, 2-0 en hoop je zo snel mogelijk 3-0 te maken in de tweede helft. En die valt niet eigenlijk tot de penalty moment. En ik vind het wel, denk ik wel een cruciale moment in de wedstrijd, omdat het anders 2-1 wordt. En moet je weer met geknepen billen op tribune zitten voor de supporters. Maar gelukkig, ja, mijn intuïtie heeft me niet in de steek gelaten. En ik kon de penalty keren. En daardoor bleven we eigenlijk op 2-0 voorsprong. En nemen we overwinning mee. De spelers hebben fantastisch gedaan wat we van tevoren hadden aangegeven. Tenminste naar behoren. Dat resulteert dan nu in een winst. Die nul heb je dan net niet, hè? Ja, daar word ik wel scheidsziek van, hoor, om eerlijk te zijn. Want als keeper wil je het liefst nul houden. En dat is voor mij heilig. En als die nog op zo'n manier erin gaat, dat ik hem bijna heb. Dan ben ik wel even pislink op mijn verdedigers. Want die moeten gewoon meelopen. En dit zijn wel momenten wanneer het tot het laatste gaatje moet gaan. En altijd die verantwoordelijkheid met je meedragen dat er geen goals tegen zijn. En daar moeten we altijd naartoe streven. Klopt. Wat voor gevoel geeft dit nu? Ik bedoel, jullie sluiten een dramatisch eerste half jaar af met een klein lichtpuntje. Is dat zoals het voelt? Ja, ik denk dat we ook niet terug moeten kijken. We zijn nu een nieuwe periode gestart. Ik denk dat het superbelangrijk is dat je vooruit kijkt. En dat je dus nu denkt van, nou, we staan bovenaan in de derde periode is het, geloof ik. En dat is belangrijk om dat door te zetten. En terugkijken heeft eigenlijk niet zoveel zin. Want wat je al zegt, dat was teleurstellend in de Jupiler League op dit moment.